Het huidige financieringsmodel vormt een probleem voor studenten van COVAP, omdat velen de opleiding niet kunnen betalen vanwege de vereiste borgsteller. De directie heeft dit probleem voorgelegd aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., en voorgesteld om studenten toegang te geven tot de Monicarta. Dit wordt besproken met de minister van Sociale Zaken. De voorzitter zal de documenten delen met parlementaire commissies voor mogelijke oplossingen. Het Eid al-Adha-feest wordt dit jaar op zondag 16 juni gevierd. Minister Brontosse Mohardjo van Buitenlandse Zaken verzekert dat slachtingen op die dag mogelijk zijn met keurmeesters aanwezig. Het feest is vastgesteld na advies van 3 grote moslimorganisaties. De Surinaamse Muslim Associatie viert het echter op maandag 17 juni. De minister, zelf lid van de SMA, zal beide dagen vieren. Het offerfeest, dat 3 dagen duurt, benadrukt offervaardigheid en gehoorzaamheid. Een gemengd team van de politie en de marine van het Nationaal Leger heeft op 12 juni 2024 2 Guyanese vissers, CP24 en RM 38 jaar, aangehouden bij de samenvloeiing van de Suriname en de Komowijne rivier. Hun vaartuig had geen geldige documenten en CP en RM bleken illegaal in Suriname te zijn. De kapitein en een ander bemanningslid hadden wel hun papieren op orde. CP en RM zijn voor verder onderzoek overgebracht naar de basis van de maritieme politie.